juni deed de VRT een oproep naar nieuw jong televisietalent met frisse ideeën. 800 jongeren schreven zich in. 6 aanstormende talenten werden geselecteerd. Barbara, Samir, Thomas, Bert, Kefser en Murat. Die 6 talenten zitten nu in hun bootcamp. Onder begeleiding van ervaren coaches maken ze kennis met het vak televisie maken. Elke week krijgen ze een opdracht om met 1 aspect van televisie te experimenteren. In januari is het voor echt. Dan maken ze hun eigen programma en krijgen ze volledig carte blanche. Goedenavond en welkom bij de 4e live aflevering van Carte Blanche. Zoals elke week zitten we weer klaar om jullie reacties te ontvangen. Dus stalk ons op Facebook, check ons op Instagram en tweet mee via de hashtag #KrijgCarteBlanche. Vorige week kregen onze jongeren de opdracht om hun eigen missie te bepalen. Ze deden daarvoor inspiratie op bij Villanella, BNN en YouTube. Samen met Guillaume van der Stichelen discussiëren ze over het waarom van hun project en dat resulteerde in deze zin. Jongeren betrekken in het vormen van een nieuwe samenleving waar we trots zijn op elkaar. Niels Pieters ging aan de slag met die zin en visualiseerde ze in een krachtig kunstwerk. My. Deze week kregen ze als opdracht mee om 6 ideeën te bedenken voor hun eigen programma in januari. Welkom bij Carte Blanche. Ja. Hier zitten we terug. Hier zitten we weer. Hè. Als je die opdracht dan kreeg, ideeën bedenken. Ik kan mij voorstellen dat jullie met massa's ideeën zitten, maar hoe begin je daaraan? Ja, dat was heel moeilijk inderdaad. Hè. En je merkte ook in die eerste brainstorms dat wij alle kanten uitgingen. Dat was totaal niet begeleid. Dat ging, we waren echt ongeleide projectielen. En ja, je merkte dat je gewoon eigenlijk vooral je eigen idee wilde uitvoeren. En zo werkt een brainstorm eigenlijk niet. Dus we hebben intussen wel al veel bijgeleerd. Ja, want je stelde je ook heel kwetsbaar op, hè? Nee? Ja, en in het begin wisten we helemaal niet dat we niet mochten zeggen van nee, ik vind dat een slecht idee, we gaan dat niet doen. Dus je hebt dat wel gezegd? Ja, ik heb dat keivaak gedaan. En dat kwam misschien wat kwetsend over. Maar dan hebben we wel geleerd gaandeweg dat je constructief de weg moet gaan. We gaan eens even kijken hoe jullie dat deden. Een soort de newsroom-achtig, zo die passie, maar dan de activisten of zo. Waarom zitten ze op YouTube? Dat is omdat die mensen die filmpjes maken, die spreken u persoonlijk aan, die geven u mening en die zijn echt. En ik vind dat we dat moeten overnemen en naar tv moeten brengen. Dingen die online gebeuren, aangezien dat de meeste jongeren online leven, toepassen in de werkelijkheid. Jongerenjournaal voor en door jongeren die de wereld willen veranderen. Een nieuwe zonde van de zendtijd, een nieuwe Volt. De wereld draait door jongeren. Toffe docu-style, ja. Jongeren portretteren over heel de wereld waar die mee bezig zijn. Ja, dat jongeren gewoon vragen gaan sprokkelen van alle jongeren. Gewoon de micro, gewoon overal vragen en dat wij daar antwoorden op gaan zoeken. Iemand die een knuffel kan gebruiken, verpakken in een kostuum van Mickey Mouse of zo. En niemand nog zo weet van wat is er echt of wat is er en dan zo, ja, dat is echt een zotte tv, ik zou echt merken. Ja, dat gaat inderdaad nog wel wat alle richtingen uit, maar is er dan effectief iets concreet uitgekomen? Ja, toch wel. In het begin waren er wel een beetje losse flodders hier en daar, maar uiteraard is er toch wel een leuk idee uitgekomen. Oké, dan gaan we meteen luisteren naar dat eerste idee. Thomas, jij mocht eerst ideeën zaad leggen, man. Een fictiereeks over jongeren waarbij de kijker op bepaalde momenten zelf beslist welke verhaallijn van welk personage hij op dat moment wil volgen. Leg eens uit. Dus het verhaal begint en het loopt en op een bepaald moment stopt het verhaal en kun je kiezen welk personage je volgt, dus personage A of personage B. Daarna komt de verhaallijn weer samen en loopt het verder. En waarom zou je dat doen? Het leuke is dat ik iets anders zie als Kefser bijvoorbeeld ziet. En na het programma kunnen we dan over elkaar praten wat we gezien hebben. En eigenlijk kun je kiezen welk personage je volgt, omdat je misschien meer kunt identificeren met een bepaald personage als iemand anders. Maar dat kan niet op televisie, denk ik? Of? Dan kan misschien niet op televisie, maar dan is het iets voor YouTube. Het programma op YouTube, ja, dat kan ook. Hè. Zet het al op Facebook en dan zijn we benieuwd naar de reacties. Hè. Ja. Ja, idee 1 is gepost op Facebook. Laat vooral weten via Facebook, Twitter, Instagram of andere kanalen wat jij ervan vindt. Samir, jij bent ook andere jongeren gaan opzoeken. Ja, dat klopt. Waarom heb je dat gedaan? Well, wij wilden eigenlijk een beetje verschillende inzichten zien. Ik ging op straat langs en ik vroeg hun wat dat hun definitie van een goed idee was en waar dat ze het best op deftige ideeën konden komen.
En daar zijn heel veel leuke dingen uitgekomen. Oké, heel benieuwd naar het resultaat. Wat is volgens jou de definitie van een supergoed idee? Als je daar gewoon ganse goesting in kunt steken, dan kan het. Als je gewoon al, gelijk als iedereen iets doet met goesting, gelijk een bakker maakt zijn patisserie, dat is gewoon kunst. Hè. En dat smaakt je ook dus. Een goed idee is iets nieuws. Iets waar je nog nooit echt aan gedacht had. Het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Gewoon iets simpel. Je moet altijd origineel uit de hoek komen. Je moet altijd innovatief zijn. Dat is niet per se een idee waar nog niemand op is gekomen, want dat gaat heel moeilijk zijn om iets te vinden waar nog nooit iemand is op gekomen. Als andere mensen zichzelf op het hoofd slaan en zeggen waarom ik er niet op gekomen. Ik heb al mensen gehad die met een heel goed idee afkwamen in hun hoofd, dat voor mij, waar ik van vond dat het geen goed idee was. Maar uiteindelijk, als het dan uitgewerkt is, lijkt het toch te werken. Ik denk niet dat mogelijk is om iets te bestempelen als een goed idee. Echt als iets absoluut. Ja, omdat dat gewoon voor iedereen anders is. Wat is volgens jou de ideale broedplaats voor zo'n super cool idee? Goh. Tja, voor de meeste mensen is dat het bureau. Ik kan het beste nadenken op het toilet. Goh, op café? Ja, op kot eigenlijk. Hè. Bij andere mensen, met je vrienden. Wat zeveren en ondertussen opeens een idee dat binnenschiet of zo. Ja, of gewoon in de stad hier ook, omdat je veel mensen ziet en je kunt veel inspiratie krijgen van alles van buiten. In de douche? Heb ik ook veel ideeën. Stromend water, ja. Heb je dan tips voor mensen die moeilijk aan ideeën kunnen komen? Veel boeken lezen. Foto's, artikels, filmpjes, maar vooral toch wel foto's. Volgens mij is goede muziek een bron van enorme creativiteit. Als ik aan het surfen ben op het internet en als ik aan blogs aan het lezen ben en dat ik dan denk van oh ja, deze is wel interessant, dat inspireert mij en dan begin ik verder te denken. Samir. Een goed idee is subjectief, hoor ik iemand zeggen. Is dat voor u ook zo? Ja, voor mij is dat ook zo. Want ja, wat voor mij een supergoed idee kan zijn, dat kan bijvoorbeeld voor Murat maar meh zijn. Meh. En dat is al gebleken. Hij heeft het enkele keren laten vallen, maar gaat er nu waarschijnlijk ook niet voor uit. Omgekeerd, hè. Dat moet, hè. Zeg, waar haalt jij uw inspiratie vandaan? Dat kan eigenlijk overal zijn. Ik kan misschien maar een voorbeeld aantonen. Vorig jaar moest ik een keer voor een opdracht voor school een filmpje maken op basis van een kunstwerk. En dat was een boom. En ik zat gewoon op een busrit en ik zat met energieke muziek in mijn oor. En ik zag gelijk een apocalyptisch beeld voor mij. En ik zag vallende bomen. En uiteindelijk is er daar een clipje uitgekomen met bomen die de wereld willen veroveren. Okay. Dus een rit op een West-Vlaamse bus kan al wel eens... Goed resultaat hebben. Het was in Brussel. Dingen op leveren, het was in Brussel, oké. Okay. Yep. Kevser en Barbara, jullie zijn samen op inspiratieuitstap geweest naar de Universiteit Antwerpen. En wel meer bepaald naar de afdeling productontwikkeling. Maar waarom productontwikkeling? Omdat dat ook mensen zijn die dag in dag uit met ideeën bezig zijn. En meer nog, die moeten van een idee een uitgewerkt product maken. En dat is een heel interessant proces, vonden wij. Ze zijn niet alleen creatief, maar ook technisch onderlegd. En daar zijn ook geweldige ideeën uitgekomen. Oké, okay, gelukkig hebben jullie altijd en overal een cameraploeg mee. Wat is productontwikkeling eigenlijk? Productontwikkeling is een unieke opleiding in Vlaanderen. Waarbij dat we aan studenten aanleren hoe ze ideeën, die ze zelf gegenereerd hebben, om die om te zetten in vermarktbare producten. Moet je creatief zijn om zo'n idee te bedenken of kun je dat ook aanleren hier? Creativiteit aanleren op zich misschien niet, maar je kan wel methodes aanleren om creatiever uit de hoek te komen. Ja. Productontwikkeling is niet alleen een diploma, het is ook een attitude. Mm-hmm. En die basisattitude is... Ik stel alles in vraag. Zo filosofisch. Absoluut. Ja. Wat zijn we aan het doen? Werken voor school. Kun je eens even uitleggen wat we hier precies zien? Ja, het is eigenlijk een 3D-opdracht en we moesten eigenlijk een muis namaken in 3D. Jullie zijn veel bezig met creativiteit. Ja. Kan je daar nu voor studeren of ben je gewoon creatief? Je moet wel iets hebben van creativiteit, denk ik persoonlijk. Ik
zie die jongen daar lachen. Ik stel voor dat we even naar rug gaan. Ah! Klik die vieze tabbladen maar weg. En als je zo tot een idee moet komen, waar, allez, waar kom jij tot een idee? Voor ik, als ik onder de douche zit, dan kom ik echt met supergoeie ideeën. Dus. Oh my, oké. Hij zit nu met heel andere ideeën. Ja. Niet ja, met jullie. Dit heb jij gemaakt, Annelies. Ja, dat was dat je eindwerk? Dat is mijn eindwerk. Dus je studeert 4 jaar en dan moet je dan een project kiezen waar je het volgende jaar een heel jaar aan wilt werken. En bij mij kwam mijn promotor met het gedacht van een zool te ontwikkelen die dat goed zou zijn om in pumps te liggen. Ik heb dat idee dan een beetje opengetrokken naar waarom die mensen een comfortabele dameschoen maken. En dan is dat uiteindelijk op deze gekomen, wat dat dan een schoen is waar je 6 verschillende zooltypes in kunt leggen, waardoor dat eigenlijk voor 1 lengtemaat dat je 6 verschillende individuele schoenen kunt aanbieden aan je consument. En van waar is dat idee eigenlijk gekomen om zo'n zooltje te maken voor ja, vrouwenhakken? Van... Goh, ik denk dat er heel veel vrouwen die problemen wel kennen. Allee, als je op een feestje staat 's nachts en je denkt van oh, ik heb hier mijn hakken aangedaan, ik had dat niet mogen doen. En wel met deze denkt dat hopelijk niet meer. En merk jij zelf in het dagelijkse leven dat je de dingen in vraag stelt en over elk product denkt, hoe kan ik dit nu beter maken? Ik merk dat ik me heel vaak frustreer aan huidige producten. Maar soms zijn er ook problemen die ongekend zijn, waarvoor dat, dan komt er een heel nieuw product op de markt en dan blijkt ineens, ontdekt ineens problemen waarvoor dat je daarvoor eigenlijk dacht, ik had hier niet per se problemen mee, maar dit is toch beter. De stofzuiger bestond al lang, maar Dyson heeft er iets compleet anders van gemaakt. Ik wil maar zeggen, een nieuw product hoeft niet per se iets compleet nieuw te zijn. Ja, Kefser, jij hebt die gasten daar wat overvallen samen met Barbara, zo 2 hete grieten daar. Vonden ze het erg? Nee, ik denk dat niet. Ik denk het niet, Barbara. Ze hebben wat inspiratie opgedaan. Hè? Ja. En hebben jullie dan ook inspiratie opgedaan van hen? Van de jongens of in het algemeen? In het algemeen. Van de jongens niet, maar... Ja, in het algemeen wel, want bijvoorbeeld zoals Annelies heeft gezegd, zo, hè, ze is aan het kijken naar waar nodig is of dingen daar frustreren in de samenleving en daar zoekt ze een oplossing voor. En ik vind dat we dat ook moeten doen in de tv-wereld, dat we moeten zoeken waar er nood aan is of waar daar een gebrek aan is en dat we daar dan op inspelen. Hmm. Oké. Okay. Kefsara, die is wel bij de pink. Die is mee. Zeg, Barbara, jij hebt ook nog wat geresearched naar uitvindingen en ideeën. Was er zo nogal tegengekomen? Ja, ik heb me geweldig geamuseerd met mijn internetzoektocht. Ik heb gezocht naar ideeën allerlei. En dat komt er dan van alles uit en ik wilde jullie dat niet onthouden. Het eerste idee is een ridicuul idee dat wel waanzinnig veel geld heeft opgebracht. Altijd goed. En dat is een man in de jaren 70 en die heeft een steen als huisdier op de markt gebracht. Dus je krijgt een steen toegestuurd thuis. Je kunt jezelf customizen, je kunt er oogstjes op plakken. Hè. En ja, heel makkelijk om te verkopen. Hij zegt, je moet dat niet voeren, je moet daar niet mee uit wandelen gaan. Dus fantastisch concept op zich. Een ordinaire steen. Een ordinaire steen, die heeft dat aangekocht voor minder dan $1 per steen en verkocht voor $4 per steen. En op 6 maanden tijd had hij $15 miljoen binnen, dus ik vind dat wel zot. Zoals dat ze noemen, een steen, goed idee. En dan denk ze ook, waarom was ik daar niet op gekomen? Ja, inderdaad, waarom? Bij het volgende idee heb ik dat eigenlijk ook wel een beetje. Want dat is gewoon een goed idee dat zijn doel ook heeft bereikt. Dat is een jonge gast die voor zijn computer zat en die dacht, ik ga de ruiltocht, het gegeven de ruiltocht, naar een heel ander niveau tillen. Mm-hmm. Die heeft een foto genomen van een rode paperclip die naast zijn computer lag. Die heeft hij op het internet geplaatst en gezegd, wie wil er met mij ruilen? En ik wil blijven... grote paperclip. Ja. En ik wil blijven ruilen tot ik een huis heb. En in 14 transacties is dat gelukt. Er zijn 14 dingen heen en weer geruild. En voor hij het wist dat hij een huis met 2 verdiepingen. En wij moeten daar 30 jaar voor aan betalen. Ja, inderdaad. Dus, jammer. Kunnen we dus niet meer doen, want een goed idee is vaak altijd origineel, het allereerste. Ja. Er zijn ook ideeën die toevallig zijn ontstaan. Zoals chips. Die zouden we graag eten en dat we allemaal al kennen. Dat was een ontevreden klant in een New Yorks restaurant die zijn aardappelen had teruggestuurd omdat hij vond dat die te dik gesneden waren. En die chef-kok die had het wel gehad na de zoveelste keer dat hij die patatten teruggestuurd kreeg en die dacht, nu zal ik hem hebben. Ik snijd dat in heel dunne stukjes, ik kap er wat zout over. Maar die klant vond dat geweldig en sindsdien hebben we chips. Zalig. En als laatste
heb ik ook triest nieuws, want ideeën kunnen u soms ook fataal worden. Zo was er een uitvinder, Thomas Midgley Jr. En die had polio, waardoor hij niet meer kon bewegen. En die kwam op een heel vernuftig systeem van katrollen en touwen om boven zijn bed te hangen, waardoor ze hem makkelijk uit bed konden helpen. Maar hij is gestikt in zijn eigen systeem. Oh. Ja. Wat een uitvinding. Triestig, hè? Ja, dat is echt dus, wel... Dus als je op een goed idee komt, denk na over de gevolgen. Oké, ja. Ik ben er even niet goed van, maar het is tijd om... En hij had al polio. Ja, hij had al polio, Carmen. Maar het is tijd om het tweede idee voor te stellen. Hè? Ik heb het tweede idee bij mij. All right. Dus, het tweede idee heet In mijn tijd. En dat is een programma over jong zijn. Hier, nu, maar ook vroeger en op een ander. Okay. Maakt iets concreter. Ja. Dus elke week gaan we werken rond een thema. Dus bijvoorbeeld liefde en seksualiteit, uitgaan, hobby's, werk en geld. En concreet bijvoorbeeld als je het thema uitgaan is, dan ga je ik ga dan bijvoorbeeld met mijn oma naar Jersey Shore kijken. Dus je kent wel die serie waar heel veel wordt gedronken en gedanst en van alles uitgespookt. En dan gaan we gewoon even babbelen met mijn oma van, zeg, hoe was dat vroeger uitgaan? Was dat ook zo? Hoe was dat bij jullie? En we gaan dat ook op een ander gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld, Vaticaanstad wordt daar ook gefeest. En hoe doen ze dat daar? De jongeren dan, neem ik aan. Ja, het jongeren, echt alle facetten van het jongeren. Met die priesters. Nee. Ja. Okay. En waarom zouden ze zoiets maken, zo'n programma? Ja, ik ben heel geïnteresseerd in verhalen van mijn oma, maar ook van andere oma's of opa's of de generaties daarvoor. En wat zou je dan zoal willen weten? Dat vraag ik mij af. Ja, hoe was dat om jong te zijn? Waren die... Ja? Heb je zo vaak gesprekken met je oma daarover? Ik heb wel al een gesprek gehad. Waarbij ik heel graag wilde weten. Omdat ik zag zo soms foto's van mijn oma in de jaren 80, kan dat? Zo in heel mooie kleren. En dan dacht ik van... Maar, toen waren er geen mooie kleren, dat kan niet. Wat gebeurt? Wat deed je daar en zo? En hoe was dat toen? En dan vertelde ze mij van, ja, dat ze naar België was gekomen en dat zo en zo gebeurde. En ik vind dat gewoon heel interessant. Het gaat altijd over een tijd dat ook die mensen jong waren, dan, neem ik aan. Ja, en ook... Dat is heel inspirerend om te zien van... Hoe dat zij met de wereld omgingen. Ja. En het verschil met toen en nu. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat de mensen thuis er ook van denken. Hebben jullie wel zoiets van... Dit is een leuk programma, laat het ons weten. Via de sociale media. En we hebben nu al gezien hoe dat jullie begonnen zijn met de brainstormen en zo. Maar het lijkt me niet evident om daar dan toch die structuur in te krijgen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, inderdaad, want tijdens zo'n brainstorm, iedereen begint dan eigenlijk omdat je nog niks van brainstormen eigenlijk kent. Ook vanuit de productie uit is ons niet echt gezegd van wat is brainstormen juist, dan mogen we weer rekening houden. En dat is geen kritiek, hè, maar dat was gewoon zo. Dus dan leek het ons eigenlijk echt wel logisch eigenlijk dat we een brainstormcoach zouden vragen. Mm-hmm. Een professioneel iemand die dan echt weet hoe dat creatief en constructief dat er aan toe gaat in een brainstorm. En het Centrum voor Creatief Denken, die hebben zo mensen, die herbergen zo mensen. En dat is dus ook wetenschappelijk onderbouwd. Dus dan weet je wel dat je eigenlijk in de handjes van een professioneel iemand kunt liggen. En het is daar zeer fijn liggen. Dus. En dat heeft ons superveel geld gekost, dus dan gaan we er zeker eens even naar kijken. We gaan straks brainstormen over jullie onderwerp gewoon. Gewoon brainstormen zou je anders doen. En meestal word ik gevraagd om naar in bedrijven te komen uitleggen en technieken te geven enzovoort om beter te kunnen brainstormen. Bij jullie is het omgekeerd. Jullie hebben geen techniek nodig om beter te brainstormen. Jullie hebben eigenlijk juist meer wat structuren nodig om dat efficiënter te maken. De structuur die ik jullie vandaag ga geven is wat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ik ben zelf aan het doctoreren over creativiteit. Ik heb gehoord dat jullie al een missie hebben uitgeschreven. Dat is extreem belangrijk. Dat bepaalt 40% van je creatieve output. Dus een duidelijk gemeenschappelijk doel hebben als team bepaalt echt superveel van hoe creatief dat je bent als team. Dus dat is echt heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ik kan dat niet genoeg benadrukken in ieder geval. Een groepsniveau is ineens een pak complexer. Je hebt eigenlijk maar één iemand nodig die zich anders gedraagt in de groep of die zich niet anders gedraagt in de groep, waardoor heel dat proces in duigen valt. Wat denk je dat het beste is om alleen creatief te zijn of in groep? Ik vind dat moeilijk, want we hebben beide al geprobeerd. Eerst veel in groep en... Ja, dan kom je tot heel veel ideeën, maar dat bleef altijd zo in het ijlen. Dat werd nooit echt concreet. Ja. Misschien een beetje een combinatie.
eerst alleen een beetje voor jezelf nadenken en dan gewoon alles samenbrengen in de groep. Dat is inderdaad zo. Dat is meer dan 30 jaar onderzoek die aantonen dat mensen die alleen werken, dat die meer en beter ideeën bedenken dan mensen die in groep werken. Er zijn verschillende redenen voor, maar wij raden inderdaad aan om de twee te combineren. Ik stel voor dat jullie voor nu één specifiek onderwerp kiezen waar jullie het komende uur of twee uur mee bezig willen zijn. En dan gaan we dat in een vraag formuleren, oké? Dan zou ik gaan voor het politiek programma van Barbara. Hoe kunnen we politiek weer hip krijgen bij de jongeren ofzo? Of hoe kunnen we een programma maken dat de politiek weer hip maakt? Het is interessant om daar nu uw ideeën al even over op uit te schrijven. Je hebt daar 5 minuten voor, dat is meer dan voldoende. Je gaat dat zelfs misschien ervaren als ambetant. 5 minuten. Oké, dat is inderdaad al een pak concreter, lijkt mij. Maar nu vraag ik mij af, vind je dat dan niet heel onnatuurlijk dat er zo iemand zegt hoe je moet gaan denken? Maar het is een beetje eigenlijk een schoolse situatie. Hè? Like jongeren op de schoolbanken, zeg maar, is het dan niet eigenlijk jongeren op de mediabanken. Maar het ding is, van die kerel, alleen gemerkt, van die heeft superveel ervaring. En dat is dan zogezegd de geschiedenisleraar, dat er een landkaart bij had, dat daar pionnen op zet, dat het echt duidelijk overbrengt en dat u meesleurt in het verhaal. En dat is super, niet enkel interessant, maar daar eet je ook gigantisch veel aan. En dan weet je effectief van, oké, brainstormen. Het is effectief van A naar Z gaan op die manier. Ja, oké. Zijn er nog zo'n tips dat jullie onthouden hebben? Het gebruik van energizers vond ik wel een leuk gegeven. En, nu klinkt het alsof we pillen pakken. Ja. Ik zou het net zeggen. Het heeft niets met pillen gekost. Nee, het heeft niets met pillen te maken, godzijdank. Het gaat er gewoon om dat je op basis van enkele spelletjes, zogezegd, terug creatief kunt nadenken. En wij hebben dat gedaan met een soort van woordenassociatie. Dus als een woord zegt, associeer dat woord met een ander woord en we gaan dan heel de cirkel af. Dus als opwarming bedoeld? Dat kan als gewoon opwarming, ik voel maar dat ook tussen in een pauze kunnen doen om even... Moet energiepeil. Ah, wel, maar het energiepeil, moet dat hier niet wat opgekrikt worden? Geen niet. Ik ga elke maand ik wil dat één keer spelen. Oké, we gaan dat gewoon doen. Okay. Ja. Met de beweging maar erbij, je moet mij wel uitleggen hoe het werkt, hè, Murat? Dus je moet een speciale beweging doen. Okay. En dat is eigenlijk zodat je op de cadans zo naar beneden. En dan een woord en dan het eerste woord dat in jou opkomt. Oh nee. Oké. Je begint er. Zeg jij maar iets. Oké. Okay. Jezus. En gaan we met de klok mee? Of? Ja. Oké. Ik ben laat. Ja. We zijn niet gelijk bezig. Nee. Oh, synchroon. Allee, kom. Synchroon. Ja. Oké. Okay. Alright. Klaar? Ja. Kamerplant. 7e dag. Siegfried Bracke. Politiek. Zondag. Josdag. Kijk, En het energiepeil is er. Alright, goed. Wat ik ook wel echt onthouden heb, is de brainstorm starten met een duidelijke vraag, zodat je een doel hebt. Mm. Bijvoorbeeld, was het een programma over vroeger? Bedenk een rubriek en werk dat uit. Mm. Dat je echt zo een lijn hebt. Meer om één idee. Ja. Daarom ben ik heel benieuwd naar het vervolg van het filmpje van de begeleide brainstorm. Dus we gaan niet meer. Ja, ik zou het tof vinden moesten we ons allemaal aansluiten bij een politieke partij. Maar eentje waar we zo zelf niet mee vertrouwd zijn. Dus stel dat ik bijvoorbeeld bij Vlaamse Belang ga, dat we zo een beetje de grenzen gaan opzoeken. Ik zou dat wel tof vinden, moesten we dat doen. Bijvoorbeeld een wedstrijd van, oké, ik moet debatteren, maar zoals jullie kunnen, gebruik alleen maar spreekwoorden. Snap je? Zodat je elkaar zo met spreekwoorden... Ja, maar dan komt er aap uit de mouw. We moeten sowieso dan iets met dat taalgebruik doen. Met een taalwetenschapper of zo, die dat kan doorprikken en zeggen van... Ja. Met deze twee zinnen weet je waarover dat het ging. Bijvoorbeeld dat je een politiek hoofdkwartier hebt, waar dat jongeren te samenkomen om dingen te laten opborrelen. Ik zie niet echt talkshow eigenlijk. Ik zie veel op vooraf opgenomen dingen. Ik ook. We hebben nu 20 minuten de tijd om hetgeen wat er nu is gezegd geweest of zo in één prima concept te steken voor jezelf. 20 minuten om dat ook visueel te maken en dan te presenteren aan elkaar. Oké, we gaan presenteren. Je krijgt telkens 2 minuten om uw ding te presenteren. Wie wil er beginnen? Ik had gedacht aan een programma dat heet The Chesterfields. Omdat ik qua vormgeving dan eigenlijk als jongere een politiek programma ga presenteren vanuit een
gezellig, doch vakkundig klassendecor. De bedoeling is dat dat programma de perceptie gaat vormen van hoe dat jongeren tegenover bepaalde politieke dingen gaan staan. Ik had niet direct een titel, maar omdat ik de frustratie van jongeren die zich niet interesseren in politiek en frustratie van politiekers die dat ook vinden. Dus dat de liefde zo wat weg is tussen de twee. En Barbara zei Where is the love? Dus heb ik als titel Where is the love? Dus elke week nemen we een bekende politiek figuur mee en laten we ze een hele dag op stap gaan met één van ons. Terwijl we in werkelijkheid eigenlijk een voorafgemaakte route of traject afleggen waarin we allemaal verschillende tafereelen enseneren die betrekking hebben met standpunten waar ze voor staan. De confrontatieroute, want we confronteren de politiekers ermee. Oké, ik hoor allemaal verschillende ideeën rond één bepaald thema, politiek wel. Wat is het dan uiteindelijk geworden, het programma-idee? Het programma-idee is het volgende. Een no-nonsense politiek magazine dat jongeren gidst doorheen de tsunami aan politieke berichtgeving en shit in aanloop naar de verkiezingen en waar elke politieke nu al voor vreest. Alright, politiek. Heftig. Ja. Ik weet het, maar dat is het nu net. Tijdens een van onze vorige brainstorms gooide ik het onderwerp politiek op tafel en wij wilden daar allemaal zo snel mogelijk vanaf. Ik ook. Ik had zoiets van, oh ja, vergeet dat ik het al gezegd heb, daar willen we niks rond doen, daar willen we zeker niks rond doen. Maar net dat bewijst de noodzaak van zo'n programma. Ik denk dat heel veel jongeren zich totaal niet meer betrokken voelen tot de politiek, er geen hol van verstaan soms en ja, het gewoon ronduit saai vinden. Ja. En ons programma begint in januari, zal lopen tot mei en in mei zitten we met de moeder aller verkiezingen. Dus ik denk dat het niet alleen een uitdaging kan zijn, maar ook gewoon een must is om daar iets mee te doen. Ja. En hoe ziet dat concreet? Zijn er bepaalde rubrieken dat je al in je hoofd hebt? Ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij politieke debatten opnieuw gaan voeren in de studio, omdat je net in heel die periode al een hele race aan politieke programma's en debatten hebt. Mm. Maar wat wij eigenlijk willen, is dat de jongeren mee kunnen met al datgene. En dat wij hen eigenlijk een bril aanreiken waardoor ze dat nieuws begrijpen en gewoon een heldere kijk bieden op politiek. Ja. Met de nodige dosis humor. Hè. Dat is een hele belangrijke in dit programma. Alles staat en valt met de humor. Hè. Ja, je zei er straks ook van, sommige jongeren begrijpen er geen hol van. Mm-hmm. Het is naar boven gekomen dat Samir er ook geen hol van begrijpt. Maar dat is helemaal niet zo erg. Noem eens een voorbeeld van hoe je dat dan zou gaan aanpakken om er wel een hol van te begrijpen. Goh, ik zou eerst dan vooral beginnen met welke kleur voor welke partij staat, want dat is nooit... Was dat niet duidelijk? Was dat niet duidelijk? Blauw is VLD. Ja? Waarom? Ja, waarom? Dat is zo gegroeid in de geschiedenis, maar ja, daar kan je misschien wel iets mee zo'n doen. Zo'n ding, dat interesseert me wel, maar dat is nooit echt effectief gezegd van die partij staat voor dat kleur. En, ja. Maar je zou het wel allemaal willen weten. Ja, natuurlijk. Allee, dat interesseert me wel, want het is politiek, het is wel een saai gegeven, maar het is wel belangrijk. Ja. En waarom zou je zoiets willen brengen, zo'n programma rond politiek? Omdat, zoals Samir al aangeeft, het is gewoon superbelangrijk. Je moet geïnformeerd naar de stembus kunnen trekken en je moet ervoor zorgen dat je stem de juiste stem is. Voor jezelf, hè. Ja. En ik denk dat heel veel jongeren nu nog gewoon stemmen op hetgeen wat hun ouders, zeggen. Ja. En ja, dat kan gewoon niet. Ja. Er staat heel veel op het spel, deze verkiezingen. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat de jongeren mee zijn en we kunnen dat op zo'n leuke manier brengen. Oké, ik ben heel benieuwd. Ja, Thomas, ondertussen, alles oké daar? Alles oké. Is er nog iets binnengekomen via de social media? Ja, we hebben vandaag de vraag gesteld: heb je ooit al een fantastisch tv-idee gehad? Mm-hmm. En Camille de Bruyne die beweert dat hij dagelijks een geniaal idee heeft. Wow, nog eens. Wij hebben gevraagd: en wat is dat dan? Maar dat wil hij niet zeggen. Dus een beetje gemakkelijk eigenlijk. Ah ja. Maar ik kan zelf zaterdag kan niet afkomen. Hè? Dat is waar. Ja, maar daarover straks meer. Straks maar zijn er nog zo'n dingen die opgevallen zijn? Er is iemand dat graag eens met ons onder een douche wil, de Koen, om te brainstormen. Ah ja, ja. Ja, het schijnt komen daar goede ideeën, hè, onder de douche. Ja, klopt. Oké, goed. Thomas, dat is leuk. Dus wat hebben we eruit geleerd? Er is er een die ideeën kakt en er wil iemand douchen met ons. Sofie, het op uw taal. Sorry. Maar Murat en Bert, jullie zijn ook naar Gent gegaan om een ander soort concept te onderzoeken. Eigenlijk meer een band. Een heel coole band, vind ik zelf. Het gaat over Kenji Minogue. Waarom zijn jullie daar naartoe gegaan? Well, Kenji Minogue, de act, het is eigenlijk... Zij hebben gigantisch veel mensen op hun boot meegekregen. En wat is dat? Dat is eigenlijk een wan-idee, noem ik het. Een beetje een anti-idee. Dat is een muzikaal iets, hè. Een beetje catchy beats. Ik vind het behoorlijk dansbaar en mijn tepels komen er al eens stijf van. Maar
sommige mensen aanschouwen de muziek als een beetje niet hoogstaand of whatever. Want hun muziekteksten, dat is bijvoorbeeld vaak een West-Vlaams zinneke en dat gaan ze dan herhalen. Daar gaan ze creatief verbaal mee aan de slag. Ik noem dat moderne kunst. Sommige mensen noemen dat plat. Maar, en dan is het gigantisch interessant als je weet dat die bijvoorbeeld op Facebook 7000 man zit mee op die in een boot te roeien. Dat is evenveel als... En hoe krijg je in godsnaam zoveel mensen mee met zo'n idee? Ja, okay. En dat vind ik maf. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zijn gaan onderzoeken. Voor de mensen die Kenji Minau niet kennen, wat is het? Dat is een zeer goede vraag. Het is muziek, het is... Als fan omschrijf ik het persoonlijk als experimentele kunst. Het is muziek, het is performance, het is smijten, het is trover, denken we. Maar het is wel simpel. Je komt dan uit een vagina gekropen, wat dat een greenscreen is of... Letterlijk het woord, Bert. Letterlijk woord van Kenji Minau. Dat is haar lijn. Dat is de geboorte van Kenji. Wat bedoel je? Het is diep. Mijn naam is Ann. Ik ben van Zwalm. Ik noem het een beetje een one-idee, maar dat is heel negatief. Wat? Nu moet je oppassen. Ah, wel, dat is heel een one-idee. En wat wil ik daarmee? Ja. Een anti-idee. Voilà. We hebben dat ook nooit als een idee benoemd of als een concept. We hebben gewoon gedaan waar we zin in hadden. Voilà. En dat zijn we nog altijd aan het doen. Op het moment dat we dat ooit als een idee bekijken en dat als concept, dan is het kapot. Dat is kapot. Maar waar ik een bloedhekel aan heb, bijvoorbeeld, is zo... De termen, een extreem abstract term als creativiteit, een theoretische brainstorm ding wordt gegooid als out-of-the-box ding. En we gaan het nu een keer zo, ik kom daar slecht van. Neem wat je wel neemt, maar als mensen afkomen van die prachtige term en je moet het zo doen en je moet het zo doen, niet doen. Handelt vanuit hetgene dat je voelt in jezelf. Wat zijn de zaadjes die in jullie hoofd opspringen als je weet van dit wordt een boom binnenin het Kenji Minau gegeven? Zijn er zo zaadjes in jullie hoofd dat je... Sorry, dat is niet goed. Het is te metaforisch. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk tot zo'n idee? Puur overlevingsinstinct. Dus we hebben gewoon zin om iets te doen. Het kriebelde, het borrelde bij ons alle twee, denk ik. En wij zitten gewoon wel... Wij weten onze mankementen en we denken van oké, we zijn niet perfect, maar whatever. Hè. Maar net van die mankementen als we... En daar maken we ons zin talent van. En dat inspireert ons in feite. En dat zorgt ervoor dat we ook vrij zijn in ons hoofd. En dat is vooral belangrijk, dat je vrij bent. Vandaar dat ik bedoel, is er een overlevingsdrang. Gewoon, dit moet eruit. En dat maakt mij als mens ernaast... zachter. Ik kan het niet laten, laat het dan niet, laat het dan niet. Jullie hebben meer en meer succes, maar willen jullie dat eigenlijk? Een goeie vraag. Schitterende vraag. Het is zeer ambigu. Ja, dat is waar. Mainstream is niets voor ons, we gaan daar nooit in aarden. Nee. En we vinden dat gewoon ergens vrij tof. De underground is de perfecte manier om te blijven experimenteren. En dat moet je blijven voelen. Dus als je nu tegen onze kijkers dan moet zeggen van een goed idee of creativiteit, van waar start dat, van waar komt dat en hoe kun je daarmee beginnen? Moet ik nu echt in de camera kijken? Het hoeft niet, maar... Beste kijkers van het Krijg Carte Blanche, een conceptprogramma. Op 12. Ja, wees uzelf. Laat het vanuit jezelf komen. Ja. Volg je hartje. Volg je hartje. Je hartje is oké. Okay. En ook je lichaam is En uw intuïtie, zo belangrijk. Durf gaan. Durf dingen. Feit. YOLO is echt waar. Nam, nam, lekker, lekker, nam, nam, tamo. YOLO heb ik onthouden en hou van je eigen lichaam. En ja, ik vind het fantastisch, ik ben fan. Maar wat ze wel zeggen is dat je dus niet per se aan al die brainstormtechnieken hoeft te houden. Zeker. En je hebt zo een tof voorbeeldje daarbij vind ik altijd. Je hebt mensen die zeggen van think outside the box. Het zijn altijd die mensen die eigenlijk inside the box zijn aan het nadenken. Dat is waar. Terwijl dat Kenji Minau ook echt de boodschap meegeeft van gooit al die regels overboord, zeg gewoon jezelf en vertrekt van daaruit. Vertrekt vanuit je eigen hart, vanuit je eigen intuïtie, vanuit je eigen denkpatronen. Durf te denken en durf jezelf zijn. Durf alles wat dat in je hoofd omgaat naar buiten te brengen en daar creatief mee aan de slag te gaan. Okay. En dat vind ik een prachtige boodschap. En is dat wel iets dat jij in kan vinden en dat jij ook doet?
Absoluut. Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen in mijn dagelijks leven. En dat is ook de reden waarom dat heel veel mensen zoveel schrik van mij hebben. Dat eigenlijk totaal niet nodig is. Eindelijk. Nu weten we waarom. Okay. Maar dat brengt ons meteen bij idee nummer 4. En dat gaat Kev ons uitleggen. Wel, een revolutionaire talkshow waar jongeren voor het eerst ongecensureerd hun mening mogen geven over actualiteit. Amai, man. Zeg, is dat nu zo'n programma dat ontstaat uit een noodzaak? Ja, wel, ik vind van wel. Want we krijgen keiveel informatie op het nieuws. In het nieuws, zegt in het nieuws, op het nieuws, maakt niet uit. We krijgen keiveel informatie binnen. Maar ik vind dat we soms te veel informatie binnenkrijgen en dat we niet meer weten over wat het eigenlijk gaat. Stel nu Syrië. Mm-hmm. Iedereen weet dat er oorlog is in Syrië, maar niemand weet waarom of allee, waar nu precies eigenlijk gebeurt. En ik vind dat... Dat moet een beetje, we moeten terug naar de basics gaan. We moeten echt uitleggen, dat is er gebeurd, dat ups. En dan onze meningen daarover geven. Ja, gewoon een samenvatting rond een bepaald actueel thema dan? Nee, niet echt een samenvatting. Want de talkshow dat gaat niet enkel over dat. Dat gaat ook, er moet een debat daarachter komen. Want ik vind de mening van de jongeren enorm belangrijk. Dus we beginnen eerst de basics. En daarna, daaruit gaan we debatteren. Stel nu, er zijn zo van die Syrië-strijders die van België van hier naar dingen zijn gegaan. En er is ene, Jujun, ik heb dat nog onlangs gelezen, die gaat terugkomen naar België maandag. Ik zou die bijvoorbeeld uitnodigen in mijn show en vragen waarom dat die dat nu net heeft gedaan. Dat zijn zo interessante dingen dat we... Hij snapt het. Ik snap het. Je gaat zo snel. Ik heb het niet normaal. Sorry, zeg, ja. En waar haal je nog onderwerpen vandaan waarover je het gaat hebben? Ja, die onderwerpen haal ik van de jongeren zelf. Dus we gaan sowieso actief zijn op internet, want that's where all the young people are. En, ja, oké. Okay. Maar dus al die onderwerpen gaan de jongeren zelf beslissen. Maar bijvoorbeeld, ik ben zelf ook een jongere. Ik zou nu ook even... Ja, kijk, ik kijk nu naar deze krant hier. Stel nu... Wacht, ik ben even... Ik ga even iets interessants zoeken. Euthanasie bijvoorbeeld. Euthanasie was het mooiste cadeau dat ik mijn moeder kon geven. Euthanasie, dat link ik aan de dood. Dood is een taboe, daar spreken niet zoveel mensen over. Dat zou ik dan in mijn show aanhalen. Waarom is dat zo? En dan kunnen de jongeren die daar wel openlijk over spreken en de jongeren die daar niet zo openlijk over spreken, die samenbrengen. En dat kan echt tot interessante dingen leiden. Ik wil dat echt gewoon zien op tv. Ik ben heel benieuwd, Kester. Zwier het alvast op Facebook. Ja, dat ga ik zeker doen. Dan gaan we zien wat ze ervan vinden. Hè? Ja, oké. Okay. Okay, we hebben nu verschillende manieren gehad om tot ideeën en tot concepten te komen. Maar Samir, jij vond het ook nodig om samen met Thomas iemand uit de televisiebusiness te gaan bezoeken. Waarom had je daar dan zo'n nood aan? Ja, we zijn naar Bart Connaerts vertrokken, naar zijn huis. Wij vonden dat best wel een inspirationeel persoon is, omdat hij al verschillende dingen heeft verwezenlijkt, zoals Wat Als en Benidorm Bastards, waarvoor dat hij zelf een award heeft gewonnen. En wij vroegen ons af hoe dat hij aan die ideeën komt. Ja, oké. Okay. Bart Connaerts dus. Hallo. Hey. Ik ben zo. Kom. Oei, je handen kapot. Ja, moet je handen doen. Hoe is jouw naam? Thomas. Thomas. Kom binnen. Dankjewel. Wij moeten 6 ideeën hebben, programma-ideeën. En we komen bij u een beetje inspiratie halen, omdat jij toch ook al Wat Als en Benidorm Bastards mee hebt bedacht. In het geval van Wat Als... wisten we van, we wouden een sketchshow doen. En iemand zei gewoon in het gesprek, dat over weet ik veel wat ging, een zin die begon met Wat Als. En doordat ik al een paar dagen in de focus zat van, we moeten een idee hebben, kwam dat ineens in dat vakje binnen met een kop, Wat Als, hey, dat zou misschien een goed idee zijn. Hoerenchance is voor mij, volgens mij het belangrijkste dat je moet hebben bij een goed idee. Mm-hmm. En effectief, uw mindset daarop hebben in het dagelijkse leven. En dan leven een paar weken een beetje rare leven dan, want je bent altijd wel een beetje aan het denken van, kan ik in de supermarkt kan ik dit? Nee, dat kan ik niet gebruiken. Zo, dat. We hebben een paar Wat Als zelf bedacht. Is het waar? Op papier geschreven. Maar kijk eens aan. We mochten hem heel slecht vinden. Ja, ja. Wees maar heel kritisch. Wat als alle auto's botsauto's waren? Zit daar iets in? Ik kom niet verder van, ja, tuurlijk, botsen ook. Ja, die botsen ook. En dat is ook zelf iets dat je als kijker zelf ook bedenkt. En die dingen moet je allemaal niet doen eigenlijk, want dan lost je gewoon je verwachting in en dat is gewoon flauw. En wat is dan uw manier om tot een idee te komen? We beginnen nooit te brainstormen met een leeg blad. Iedereen van ons heeft thuis eerst een halve dag
op zijn eigen ideeën bedacht. Wij noemen dat duiven, lang verhaal. En iedereen doet dat op zijn manier. Sommigen doen dat door naar de muur te staren, anderen doen dat bijvoorbeeld door naar hun tv te kijken met geluid af. En wat is uw manier dan? Bij mij is het veel staren of ik werk ook met Pictionary kaartjes. Dan verplicht wij van, ik wil van elk kaartje één hotel opschrijven, of één duif. Hoeveel duifjes moeten dan zoal hebben om tot één goede duif te komen? 15 denk ik. Dat is eigenlijk dat we 1500 duiven hebben bedacht. En er uiteindelijk zijn er daarvan een klein 100 van op tv gekomen. Welk tv-programma zou jij willen zien? Goh, maar dat is een goede vraag. Wat dat de Mol bijvoorbeeld deed, die hebben gewoon eigenlijk stiekem reality halvelings uitgevonden. En heel Vlaanderen voor de laatste keer, denk ik, aan de tv geklaasterd dat mensen hun voetbaltrainingen verplaatsen, bij wijze van spreken, om dat toch maar te kunnen zien. Ik ga daarvoor zou ik kunnen zorgen, jongens. Heb jij nog tips voor ons of goede raad dat je ons kan geven? Wat wij ooit, toen we pas waren aangenomen bij D&D toen nog, en onze taak was, jullie zijn jonge honden die niks van tv kennen, en misschien gaan killen, doe maar. Maar wat we dan deden is, naar een willekeurige telefoonnummer bellen, als Koen Verlakt van de kozijnen, het productiehuis de kozijnen, hadden wij dan verzonnen. We doen een rondvraag bij willekeurige mensen, wat zouden jij eens graag op tv willen zien? En met wat dat die dan deed, deden we dan even een brainstorm. Koen, ik vind dat we een keer moeten proberen. Ja, inderdaad. Maar dan moet u eigenlijk dan wel Koen Verlakt vinden, als je dat zou willen doen. Koen Verlakt van de kozijnen, ja. Dat zou tof zijn. Oké, okay, ja, dat doen we. Dat doen die traditie wordt veel meer. Kijk, goed. Samir, dat zag er plezant uit, hè, man. Ja, sowieso. Maar moeilijk, hè? Ja. Nee, moeilijk om goede televisieprogramma's te maken. Ja, toch moeilijk. hij gaf een tip. Niet echt een tip, maar hij zei meer dat je meer hoerenchans nodig hebt. Ah, dat is alles? Hoerenchans. Hoofdzakelijk. Oké. Okay. Ja. Wat is er bijgebleven? Wat heb je geleerd van zijn aanpak? Gewoon dat ideeën eigenlijk overal kunnen ontstaan. Je hebt daar niet bepaald een plek voor nodig waar je altijd moet zijn om tot een idee te komen. Dat kan uit alles ontstaan. Voor de rest... Je hebt dat zelf nu ook al ervaren, want hij spreekt erover zijn mindset die anders staat als hij op een idee moet komen. Ja. Hè. Jullie zijn al een tijdje op zoek naar ideeën. Lopen jullie nu heel een dag met jullie kijkers wijd open? We zijn nu heel de dagen met carte blanche bezig, dus wij denken constant na in de vorm van daar een lamp, kan ik daar iets mee doen? Is dat leuk als dat onder een vriezer ligt of zo? Allee, zeg maar. Je kunt dat niet meer afzetten. Nee. In een auto, onderweg naar huis, in je bed, s'nachts. Ja, dat is nee. Even in je gsm zetten en dan de volgende ochtend... Oh, nee. Een goede tip daarvoor is, koop jezelf zo een dictafoontje en dan kun je gewoon onder je bed even... Tiet, en dan spreek je gewoon je deken in en dan leg je dat terug. En dan moet je je licht niet aandoen, je terug je nachtrust. En dan s'morgens dan luister je daar eens naar, dan denk je, oh my god. Mijn man zal blij zijn. Idee 563. Ik ben vooral heel benieuwd wat er op Bert zijn dictafoon zou staan. Bert, jij komt ook meteen met het vijfde idee van vanavond, het vijfde programma-idee. De werktitel daarvoor is eigenlijk Ontzuring. Oké. Okay. Dat klinkt als iets chemisch. het is iets sociaal-chemisch, want je hebt zoiets als verzuring. En dan bekijk je eigenlijk alles een beetje negatief, een beetje bekrompen. In dat programma gaan wij eigenlijk de term ontzuring lanceren. En dan ga je eigenlijk proberen bij iedereen dat je tegenkomt, natuurlijk op een coole en open-minded manier, die verzuurde trekjes proberen ombuigen naar iets positiefs. Oké, okay, en wat is jouw programma in één zin, jouw programma-idee? Het programma-idee in één zin is weg met verzuring, leven de ontzuring. Ik kan daar een concreet voorbeeld van geven, want het is misschien nogal chemisch, nogal Breaking Bad, nogal Walter White. Dus bijvoorbeeld, de dag van vandaag, er is zoiets als een samenleving die individueel gericht is. Ik loop over de Meer, daar lopen 300 mensen rond. Ik heb zoiets van, fuck, ik kan hier geen enkele vreemde mens out of the blue aanspreken. Hallo, goeiedag. Ik vind, ik weet niet hoe knap, wilde jij met mij op date? Dat kan niet, want dat is super raar. En ik vind dat ambetant dat we in een samenleving leven waarin dat zoiets simpel zelfs al niet meer kan. Hoe individueel gestoord zijn wij geworden? En met dit programma gaan we dan eigenlijk het tegenovergestelde proberen doen. Wij gaan vreemde mensen op straat elkaar proberen laten aanspreken door daar prijzen tegenover te zetten. Bijvoorbeeld nogal een in zichzelf gekeerd persoon gaan wij zeggen, kijk, deze prijs krijg jij als jij die dame waar dat jij nu al 300 keer naar hebt gekeken, als jij daarmee gaat praten en zoveel mogelijk persoonlijke informatie uit gaat proberen vrijkrijgen. Ik heb bijvoorbeeld hier ook al gezien in het publiek, de dame daar met haar zwart
Loesje heeft al, ik denk, een keer of zes oogcontact gemaakt met de kerel in zijn grijze hoodie. Er broeit iets romantisch. Ja? Maar wat maakt, wat maakt dat jullie niet kunnen opstaan, naar elkaar toe toegroeien, een gespreksje doen? Allee, wat maakt het uit dat er hier camera's staan, dat wij daartussen zijn? Op zich zou het perfect mogelijk moeten zijn. En die communicatie, het is een klein onderdeel van ontzuring. Dat lijkt mij een heel tof idee. We zullen dat concreet idee straks ook verder uitwerken in Café de Welkom. Allemaal welkom trouwens. Thijs, je hebt hier nu een aantal ideeën gehoord. Hè? Wat vind je ervan? Ik vond het vooral goed dat er heel uiteenlopende ideeën waren. In dat opzicht kan het nog veel richtingen uit. Persoonlijk denk ik dat het idee van Thomas heel moeilijk is om te maken met alle verschillende verhaallijnen, om dat allemaal in de praktijk om te zetten. Maar dan het idee van Barbara bijvoorbeeld vond ik dan supergoed, omdat ik zelf ook weinig ken van politiek. Maar ik vind het ook belangrijk dat je een stem uitbrengt die eigenlijk iets waard is. En in dat opzicht kan dat programma wel een grote meerwaarde zijn. En hoe stemt jij nu bijvoorbeeld? Ja, dat is eigenlijk heel afhankelijk van de situatie. Dus, gewoon de kleur die u opkomt. Ja, ik heb eigenlijk totaal geen idee en daarom wil ik... Ja, nee. Ik weet echt totaal geen idee van wat ik doe. Dus eigenlijk wil ik een grondige stem kunnen uitbrengen. Maar dat is echt zot, want ik hoorde dat bij Samir ook. Ik vroeg je, op wie heb jij gestemd? En je wist het niet meer, hè? Nee. Is er hier aan binnengekomen en met dat potlood? En die dacht, ik heb een blauw hemd aan. Maar jij weet de kleur niet, dus dat gaat niet lukken. Oké. Goed. Maar we hebben nu vijf ideeën gehad. Maar de opdracht was, kom af met zes ideeën. Dus waar is het zesde idee? Ja, dat weet ik niet. Nee. Het zesde idee gaan wij overlaten aan jongeren. Omdat wij, dat staat in onze missie, dat wij jongeren willen betrekken. En we gaan die betrekken. Dus zaterdag kunnen die langskomen en dan gaan we samen brainstormen. Ja, en waar, Barbara? Die brainstorm gaat door in Mechelen. En degenen die er willen bij zijn, die moeten gewoon een mailtje sturen naar info@krijgcarteblanche.be. Ja, en is daar ook een brainstormcoach aanwezig die van die leuke oefeningen gaat doen? Heel belangrijk. Daar is een brainstormcoach aanwezig, een professional. Dus we gaan daar geweldig veel van opsteken. Oké, Thomas, zet jij dat op Facebook, dat iedereen kan komen? Ja, ik smet dat erin. Ja, jij nodigt ze uit? Ja, en er gaan ook pannenkoeken zijn. Alright, klinkt leuk, allen daarheen. Maar Bert en Murat, jullie hebben alvast iets bedacht. Voor mensen die creatief willen zijn, die hun creativiteit willen stimuleren. Hè. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, we hebben voor hun research gedaan op internet en ook heel creatieve mensen opgebeld om tips te vragen. Ah. Ja, we hopen dat het niet te langdradig en te intellectueel overkomt, want het is echt wel, het graaft heel diep in de materie, in de theoretische materie. Dieter, wist jij er iets van? Nee, maar laat maar komen. Oké. Okay. Tip 1. Chaos prikkelt de creativiteit. Tip 2. Doe eens iets actiefs, zoals lopen bijvoorbeeld. Ja, je gaat natuurlijk zelf niet lopen, dus bedenk een denkbeeldig vriendje waar je altijd achter kan lopen. Sarah! Stop! Tip 3. Maak associaties. Brainstormen over programma-ideeën. Nu niet, Ben. Jawel, kom, we gaan een oefening doen dat de creativiteit bevordert. Associaties maken, je gaat zien, dat komt goed. Let's go. Leven. Zwartgallig. Gevoelens. Suicidaal. Oplossing. Springen. De grote sprong. Tip 4. De kleur blauw stimuleert jouw brein. Voelde jij het al? Nee. Zijn jij zeker dat dat blauw was? Oké, boys, bedankt voor die uiterst nuttige tips waar echt iedereen mee aan de slag gaat, toch? Onwaarschijnlijk interessant. Ja, het is meteen ook het einde van deze aflevering. Volgende week zijn we er terug en dan weer met een heel duidelijke opdracht. Leer uit het verleden en ga praten met iconische figuren uit de afgelopen 60 jaar televisie. Voilà, dat was het. Graag tot volgende week. Ciao. Bye bye.